Hartelijk dank, dames en heren. Goedenavond. Wat ik wil proberen na het enthousiaste betoog van Heidi, om u wat zicht te geven op hoe ik daar naar kijk. En laat ik op voorhand zeggen, ik ben het op een heleboel punten met haar eens. Ik denk alleen dat we nog ietsje dieper in onze cultuur moeten graven om de herkomst van ons huidige geldstelsel goed te begrijpen. En daarvoor ga ik toch terug naar de verlichting. Want op dat moment hebben we eigenlijk als mensheid gezegd, ja, tot nog toe werden wij heel veel moois beloofd in het hiernamaals. Als we ons hier op deze aarde zouden houden aan de voorschriften die er waren. Hè? Zeg maar even, heel bazaal. En toen hebben we gezegd met z'n allen, nou ja, als we zo proberen om het hier op deze wereld ook een beetje aangenaam te maken. Dat is een wat, laat maar zeggen, basale interpretatie van wat er in de verlichting is gebeurd. Maar volgens mij is dat ongeveer wat we toen met z'n allen gezegd hebben. En dat heeft een formule opgeleverd volgens welke wij ons, laten we zeggen, onze maatschappelijke doelstellingen hebben geformuleerd. En hier staat een flip-over met een mooie tekening op, Paradise. Maar ik zou toch de neiging hebben om dat even om te slaan en dan even die hele simpele formule op dit papier te schrijven. Want dat is toch wel, als je dat door hebt, dan weet je vrij goed hoe de hazen lopen nog steeds in onze maatschappij. Dat is een hele simpele formule. En die luidt als volgt. Ik zal het een beetje groot schrijven. En daar staat, voor degenen die achterin zitten, delta BNP is gelijk aan delta geluk. Dus ons hele maatschappelijke streven en oriëntatie is gebaseerd op de gedachte, als wij nou maar eens flink gaan zorgen voor economische groei, dus zeg maar meer materiële welvaart, daar worden we met z'n allen gelukkiger van. En dat is eigenlijk het grote economisch-maatschappelijke project van de afgelopen paar eeuwen. En dat is eigenlijk, als je luistert bijvoorbeeld naar onze politici, eigenlijk nog steeds wat hen drijft. Hè? Delta BNP, meer materie, is gelijk aan meer geluk. En volgens mij zijn we eigenlijk sinds pakweg in het midden van de jaren 80 dat punt gepasseerd. En leven vandaag in een werkelijkheid die een grote streep zet door dat is gelijkteken. Wat zeg? 82. Ja, nou, dus ik zeg ongeveer het verschijnen van het rapport van Brundtland over Our Common Future. Op dat punt ongeveer gaat die, dat is gelijkteken niet meer op. Overigens, hè, voor alle duidelijkheid, tot dan is dat in heel belangrijke mate wel het geval geweest. Hè? We hebben natuurlijk fantastische successen geboekt in die hele industriële tijd waar ik het hier over heb. En die successen die hebben zich geuit in een enorme stijging van de welvaart. In een verbetering van de gezondheidszorg, in een verbetering van het onderwijs en emancipatie enzovoort. En in een explosie van de wereldbevolking ook nog. En dat brengt me nu bij het geldsysteem. Hoe heeft het geldsysteem in dat geheel gefunctioneerd? En dat geldsysteem zoals we het nu kennen, was helemaal toegesneden op het bevorderen van die economische groei. Op het, zoals hij die terecht zei, het afdwingen van economische groei. En hoe zat dat in elkaar? Nou, er is toen gezegd, weet je wat? Wij creëren een geldsysteem waarin geld in de wereld komt als schuld. Geld is gelijk schuld in ons huidige systeem. Geld komt in de wereld als schuld.
En over schuld moet je rente betalen. En om die rente te kunnen betalen, moet je meer waarde creëren, moet je meer welvaart creëren, dus economische groei. Dus dat hele systeem is helemaal ontwikkeld om economische groei te bevorderen, schuine streep af te dwingen. Dat is de maatschappelijke plaats van het geldsysteem in die hele fase waarin delta BNP gelijk stond naar onze opvattingen als delta geluk. Dus dat is de maatschappelijke achtergrond van het huidige geldstelsel. En dat heeft dus zijn bijdrage geleverd aan waar we nu vandaag de dag zijn. Nou, en dan zijn er intussen, behalve de mooie dingen die ik heb verteld, zijn er nog twee dingen gebeurd in deze wereld die dit stelsel in de problemen hebben gebracht. Het ene is van ecologische aard. Maak ik weer een korte tekening hier voor degenen die het kunnen zien. En dit is hier op de horizontale as de tijd. En hierboven het draagvermogen van de aarde op de verticale as. En laten we zeggen dat het draagvermogen een constante is. En dan zijn we met ons delta BNP en de groei van de wereldbevolking die daar het gevolg van was, zijn we op enig moment, en dat was in het midden van de jaren 80, door het duurzame draagvermogen van de planeet gegaan. Dus dat groeimodel op de oude manier, de lineaire manier waarin wij groeiden, zijn we eigenlijk in een bereik gekomen dat in het jargon heet overshoot. Hè? Dus we zijn als het ware over de houdbare grenzen van wat deze planeet ons kan leveren heen geschoten. En dat is tegelijkertijd gebeurd, kan ik eigenlijk diezelfde tekening voor gebruiken met ons geldstelsel. Want dus dat geld als schuld, je zou kunnen zeggen dat dit, die horizontale lijn in die grafiek, dat laten we zeggen, het niveau is van houdbare schuld. Dat wil zeggen schuld die nog kan worden geserviced vanuit de reële economische opbrengsten. Daar zijn we ook doorheen geschoten. Want de huidige crisis is begonnen als een schuldencrisis. Hè? Dus dat systeem geld als schuld is ook in de overshoot terechtgekomen. Is ook in een bereik gekomen waarin er eigenlijk meer schuld is dan we kunnen hebben. Er is een schuldencrisis. En dat is eigenlijk ongeveer tegelijkertijd gaan ontstaan. Nou, dat heeft mede als oorzaak dat de hele ontwikkeling van economische politiek, met name door de invloed van de Chicago School, ik zal daar verder niet op ingaan, eigenlijk zich heeft toegespitst op het gebruiken van geld als aanjager van de economie. Dus ook toen door de ecologische overshoot de economie begon te haperen, is men door extra geld in omloop te brengen gaan proberen om de economische groei toch op niveau te houden. En die grotere geldhoeveelheid, die is in plaats van te leiden tot meer reële economische groei, tot meer welvaart, vooral terechtgekomen in speculatie. Dus die extra geldhoeveelheid, die leidde ertoe dat huizenprijzen omhoog gingen, dat grondprijzen omhoog gingen, dat aandelenprijzen omhoog gingen. Nou, met de crisis is dat allemaal, laten we zeggen, met een plof naar beneden gegaan. En wat doen we nou op het ogenblik? Op het ogenblik doen we eigenlijk nog steeds precies hetzelfde. Dus we hebben een situatie waarin er te veel schuld is. En we proberen door extra geld te creëren, nu de banken het zelf niet meer doen en niet meer kunnen, niet meer willen. Nu doen we het via de centrale banken, dus de Fed in Amerika en de Europese Centrale Bank hier. Die creëren nu zelf het geld en brengen dat in omloop. En dat komt ook weer in omloop als schuld. Dus we zijn bezig een schuldprobleem op te lossen door het creëren van meer schuld. Dat is eigenlijk de huidige fase waarin we ons bevinden.
En dat is dus, laten we zeggen, ik heb daar weinig vertrouwen in, laat ik het voorzichtig, dat we daar het uiteindelijk mee gaan redden. Nou, en ik noem niet voor niks, dus die twee problemen, ecologische overshoot en schuldovershoot samen, omdat wat wij in de komende periode maatschappelijk moeten doen, dat is dat we ons hele maatschappelijk bestel zo inrichten dat we investeren in andere productiemethoden, in andere manieren van leven, waardoor we ons weer in evenwicht gaan bevinden en verhouden tot het draagvermogen van de planeet. Dat is eigenlijk de grote culturele, je zou ook kunnen zeggen, beschavingsopgave in de komende periode. En wat ik nou aan opvatting heb, maar ook probeer te bereiken via mijn Sustainable Finance Lab, dat is helpen om de financiële sector zo te gaan functioneren dat ze zich voor dat doel inzetten. Dus dat het eigenlijk de maatschappelijke oriëntatie van het geldstelsel weer helemaal terugkeert. Daar zit wel een complicatie in de huidige omstandigheden. En dat is dat we in die welvaartsgroei van de afgelopen 150 jaar of zo, dat we daar zoveel financiële waarde hebben gecreëerd, die is neergeslagen in allerlei vermogens, ook in onze pensioenfondsen bijvoorbeeld, dat daar het eigenlijk gewoon is geworden dat geld met geld gemaakt wordt. En dat er dus eigenlijk vooral gekeken wordt naar het geld maken via speculatieve inzet, hè, wat jij ook noemde. Dus het feit dat we met z'n allen zo rijk geworden zijn, is een complicatie geworden bij het maatschappelijk inzetten op maatschappelijke oriëntatie en prioriteiten in de komende periode. Dat is een van de problemen waar we mee zitten. En dat is overigens, ik kom daar zo op terug ook. Dat is een van de redenen dat er nu allerlei mensen alternatieven zijn aan het bedenken voor het bestaande geldstelsel. Dus dat is waar we ons op het ogenblik zo ongeveer bevinden. En we zijn dus nog steeds niet out of the woods, om het zo te zeggen. We zijn nog niet uit de crisis. We hebben nog steeds geen goed beeld van hoe we met dat financiële stelsel, laat ik maar zeggen, datgene kunnen gaan doen wat in een komende periode nodig is. Nou, mijn zicht daarop is het volgende. Punt 1 is de vraag, kunnen wij wel verder met een systeem geld als schuld? Want als er te veel schuld is en de mensen zijn niet meer bereid om die reden om schuld op zich te nemen, hoe kun je dan met het geldstelsel, laat ik maar zeggen, die dingen die we in een komende periode als mensen en als samenleving willen financieren en mogelijk maken. Hè? Dus dat is een van de klemmen waarin we op het ogenblik ons bevinden. En dat is overigens de reden waarom er nu een hevig debat loopt, eigenlijk toch internationaal ook wel, over de vraag of wij de bestaande manier geld in omloop brengen, namelijk als schuld via de banken, of we dat niet moeten veranderen en de verantwoordelijkheid voor het creëren van nieuw geld leggen bij een publieke instantie. Of dat nou een centrale bank is of een andere overheidsinstantie, daar kun je over discussiëren. Maar waarbij je dus geld niet in omloop brengt als schuld, maar als schuldloos. Hè? Dus een van de voorstellen die onder andere gedaan is door Positive Money, dat is een Engelse organisatie die zich met deze vraagstukken bezighoudt, die zeggen we moeten een neutrale overheidsinstantie hebben die jaarlijks een bepaalde hoeveelheid extra geld creëert en dat komt ter beschikking van overheden. En die kunnen daarmee onderwijs financieren en zorg financieren enzovoort. En vervolgens via het op die manier uitgeven, komt het in omloop en komt het terecht in de economie. En kan het de economie functioneren. Maar dan heb je dus meer geld in omloop. Je besteedt het aan geselecteerde publieke doelen.
En daarmee dien je dus belangrijke dingen die we in de samenleving nodig vinden. En het leidt niet tot meer schuld. Hè? Dus je kunt als het ware op die manier de schulden van de overheden terugbrengen. Dat is een voorstel dat ook door de Nederlandse stichting Ons Geld wordt onderschreven. En waar kunstenaars die nu met die voorstelling door het land trekken ook onderschrijven. En waar inmiddels een volkspetitie over is gehouden. Waar meer dan 100.000 handtekeningen onder staan. En dan moet de Tweede Kamer zich daarover buigen. Dus wij zijn nu bijvoorbeeld vanuit ons Finance Lab zijn wij bezig om dat hele verhaal van geldschepping nog eens precies te beschrijven. En ook de voordelen van de verschillende systemen en de nadelen van de verschillende systemen uiteen te zetten. Er zijn ook heel wat mensen die vertrouwen de overheid niet. Die zeggen, als je dit instrument in handen geeft aan de overheid, nou, dan wordt het nog erger dan wanneer die banken het doen. Dus mensen die de overheid niet zo hoog hebben staan, die zien dat helemaal niet zitten. Er zijn ook wel mensen die zeggen, ja, kijk, als de banken de bevoegdheid hebben om nieuw geld in omloop te brengen, die kunnen tenminste beoordelen of boer Piet of middenstander Jan, of die zijn geld waard is. Hè? Maar als je dat dus niet op deze manier doet, ja, dan heb je eigenlijk niet de distributiemogelijkheden voor het nieuwe geld enzovoort. Nou, er zijn allerlei overwegingen en dat debat moeten we geloof ik met z'n allen wel voeren. Het andere wat je ziet ontstaan, dat is eigenlijk tegen de achtergrond van een brede beweging het voorstel wat Heidi hier heeft gedaan. En wat is die brede beweging? Die staat internationaal bekend onder twee hele korte afkortingen. Namelijk DIY en DIT. Wie weet wat dat is trouwens hier in deze zaal? Ja, dus DIY staat voor do it yourself. En DIT staat voor do it together. Dus die combinatie. En ik, als lang gepensioneerde man hou me een beetje bezig met gewoon observeren wat gebeurt er in die wereld van ons. En wat ik daar zie gebeuren is het volgende. Dat is dat na, laten we zeggen, een eeuw van emancipatie. Wat ik definieer als dat we op de golven van onderwijs en andere inspanningen om ons meer bewust te worden van onszelf, eigenlijk een hoger niveau van bewustzijn van individualiteit hebben ontwikkeld. En ook een veel grotere capaciteit om dingen zelf te beoordelen en zelf te doen. Dat we nu inmiddels ook een generatie technologie hebben ontwikkeld die dat faciliteert. Die individualiteit faciliteert. De ICT is daar het meest sprekende voorbeeld van. Maar er zijn nog hele andere technologieën inmiddels beschikbaar. Zoals de nieuwe energietechnologie en de 3D-printtechnologie. En dit gaat ook een grote rol spelen op het gebied van gezondheid. Waarin life sciences en ICT samenkomen. Dus er is een nieuw niveau van bewustzijn, van individualiteit ontstaan. Waar we eigenlijk zeggen, met behulp van die nieuw ontwikkelde technologie, we gaan nou de dingen zelf doen. En we gaan terrein terugveroveren op de markt en op de bureaucratie. En dat zie je gebeuren op een heleboel terreinen. Mensen die hun eigen energie opwekken en energiecoöperaties vormen. Je ziet mensen die hun eigen zorgarrangementen maken. Je ziet mensen die hun eigen voedselketens organiseren. En nog op allerlei andere terreinen. En zo ook gaandeweg op het gebied van financiën. Dus er is nu DIY, DIT ook in verschillende vormen zichtbaar aan het worden op het gebied van, laat ik maar zeggen, ruilsystemen. Zoals hij die hier presenteert. Maar ook bijvoorbeeld crowdfunding, waarbij mensen buiten bemiddeling van de balansen van banken om elkaar weten te vinden. Er is peer-to-peer lending,
Er zijn tussen bedrijven eigen afrekensystemen, waar ook verder geen enkel ander aan te pas komt. Nou, zo zijn er nog meer vormen. Dat is wel iets wat zich nu eigenlijk op de golven van die nieuwe cultuur die aan het ontstaan is. En nogmaals gefaciliteerd door de nieuwe technologie. Waarbij mensen gewoon zelf het heft in handen nemen. En heel specifiek commentaar op dat voorstel wat hij hier doet. Er zijn inmiddels heel veel voorbeelden van. In Nederland zijn er volgens het laatste wat ik erover gezien heb, minstens 80 lokale muntstelseltjes, nu worden ze wel genoemd. Het zijn lokale afrekenstelsels, waarbij mensen zonder geld als schuld te gebruiken, of dat geld dat is voortgevloeid uit schuldcreatie initieel, gewoon onderlinge, laten we zeggen, verplichtingen en rechten uitwisselen. En in Amsterdam heb je geloof ik de Noppers en dan op allerlei plaatsen. In Arnhem is er ook zo'n ding, maar op allerlei andere plaatsen. En ook internationaal speelt dat volop een rol op het ogenblik. Er is een heel groot voorbeeld in Nantes, in Frankrijk, waar ook de gemeente dat heeft onderschreven. Waar je zelfs, geloof ik, belastingen kunt betalen in de lokale munt die ze daar hebben. En wat je daarmee doet, dat is eigenlijk naast de grote markteconomie, zoals we die kennen, en waar euro in ons geval, de dollar in Amerika, het ruilmiddel is, waar je hier eigenlijk de lokale economie faciliteert. En omdat dat lokale afrekensysteem alleen geldig is in de lokale omstandigheden, versterkt dat de lokale economie, omdat het economische processen en uitwisseling reserveert voor het lokale. Hè? Dus je kunt niet naar de slager in een andere dorp, om het zo maar eens te zeggen, of naar een andere stad. Hè? Dus dat is een beweging die zich nu volop aan het voltrekken is. Waar ook wordt in Griekenland nogal een beroep op wordt gedaan, in hun omstandigheden. En wat ook wel gezien wordt als een soort terugvaloptie. Als ons echte grote geldsysteem in de problemen raakt. Hè? Zo worden er door sommigen ook wel naar gekeken. Dus ik moet zeggen, ik ben daar een voorstander van. Dat steeds verder, laten we zeggen, wordt uitgeprobeerd en ook uitgewerkt. Ik zou zelfs, heb ik tegen mijn oude vrienden van de bank waar ik een hele tijd gezeten heb, gezegd, de voorstander van zijn, als zij dat zouden faciliteren. En als je het onderlinge karakter van die bank weer heel duidelijk zou versterken, ook door platform te zijn voor crowdfunding en voor peer-to-peer lending enzovoort. Waarbij dus gewoon in de ledenkring onderling dat soort van financiële verhoudingen creëert. En de balans van de bank daar niet per se meer tussen hoeft te zitten. Dus dat is wel een wereld die zich gaandeweg aan het ontvouwen is. En waar we eigenlijk vanuit de wens van mensen die als het ware voortvloeit uit een vaak nog onderdrukt gevoel van die oude wereld van ons, die levert niet meer wat we in deze tijd eigenlijk willen, zelf mogelijkheden creëren om dat te realiseren. En om een oriëntatie te vinden in de volgende fase van ontwikkeling van mens en samenleving, waarin kwaliteit centraal staat en niet kwantiteit, dus kwaliteit en niet BNP, en waarin we dus met z'n allen proberen om een zinnige volgende, ik zou bijna zeggen, release te ontwikkelen van het lange beschavingsproces dat de geschiedenis van de mensheid is. Want daar zijn we eigenlijk op het ogenblik in een beginnende fase mee bezig. En dat neemt allerlei vormen aan, waarvan vele eigenlijk experimenteervormen zijn. Dus dat is allemaal nog niet uitgedokterd en geformaliseerd. Er is zelfs de vraag of dat moet. Een van de beelden die ik daarbij heb is dat we de industriële tijd hebben gebaseerd
op, laat ik maar zeggen, mentale constructen. Mentale constructen. Terwijl, en dat heeft ons ook in tal van opzichten vervreemd van de natuur. En dat we nu in een fase gekomen zijn waarin we zeggen, ook met de kleinschalige technologie die niet beschikbaar is, wij gaan veel meer eigenlijk de organische wereld als uitgangspunt nemen. En de relaties die in die organische wereld bestaan. En daar moet dus een financieel stelsel functioneel, ondersteunend, faciliterend in zijn. Dat is eigenlijk de rol. Ik laat nog één klein tekeningetje hier zien. En dan hou ik hem hier op. En dat is dit. Ik sla hem nog even om. Kijk, in de wereld die zich gaandeweg ontwikkeld heeft, is de hiërarchie als volgt weer te geven. Hier staat bovenaan FS, financiële sector. Vervolgens RE, dat is de reële economie. En als onderste de menselijke waardigheid. Wij zijn gaandeweg terechtgekomen in een wereld waarin eigenlijk de menselijke waardigheid en de reële economie dienstbaar zijn aan de financiële sector. Maar de originele, ooit zo bedoelde hiërarchie is net omgekeerd. Daarin staat menselijke waardigheid, dus laten we zeggen een beter leven voor meer mensen, staat bovenaan. Dienstbaar daaraan is de reële economie. En dienstbaar daaraan is de financiële sector. En dat is de organieke orde, volgens mij in ieder geval, van het leven. En dus we zijn terechtgekomen door allerlei ontwikkelingen, ik heb er daar een aantal van genoemd, waarin uiteindelijk dus de financiële sector de scepter zwaait. En waarin mens en aarde dienstbaar zijn aan de doelen die daar worden nagestreefd. En het hoort organiek net precies andersom te zijn. Nou, dat is de wereld waar we in de komende tijd aan moeten werken. En waar we dus de financiële sector weer in zijn normale, organieke rol moeten zien te manoeuvreren. Van dienstbaarheid aan de reële economie en daardoor aan het creëren van een beter leven voor meer mensen in de huidige tijd. Dank. Dankjewel Herman Wijfels. Dat was een boeiend verhaal. Twee boeiende verhalen. En ik denk dat ik zag ook al tijdens de verhalen al vingers omhoog gaan. Mag van de organisatie tot ongeveer 9:15 inruimen voor dialoog, discussie, debat tussen u en de gasten, of tussen u onderling, of tussen de gasten onderling. En aangezien we iets moeten improviseren met de microfoon, heb ik besloten, ik wou eigenlijk Heidi vragen om samen met Herman deze te gebruiken. Dan blijven jullie lekker naast elkaar staan. En dan ga ik de zaal in, maar ik wou eigenlijk stiekem zelf eerst de eerste vraag stellen. Want ik, heel goed. Ik las vandaag op de website of NRC het bericht dat het Nederlandse Snapcar 2 miljoen heeft betaald of overname heeft gepleegd van de Deense Dinbil, mijn auto, jouw auto. Dat was in een race om de grootste autodeelplatform van Europa te worden. Mijn vraag is, hoe voorkomen we nou dat lokale initiatieven, kleinschalige initiatieven, uiteindelijk toch weer ten prooi vallen van speculanten, mensen die daar een businessmodel in zien en die daar proberen toch euro's of dollars aan te verdienen? Nou, ik zou zeggen dat lokale munt een van de mogelijkheden is om in ieder geval datgene wat cruciaal is in die gemeenschap in eigen handen te houden. Dus dat is één van de mogelijkheden. Gaan er dan geen grenswisselkantoren ontstaan? Mensen die toch gaan proberen om... Nee, ik denk het niet. Ik weet niet hoe hij het ziet, maar ik denk het niet. Nee. Het
ik snap je zorg en ik weet ook niet zeker of dat zou kunnen ontstaan. En als dat toch dreigt te gebeuren, ik kan dat niet helemaal overzien, komt het ook weer aan op je persoonlijk leiderschap. Ik ken een ondernemer die bezig is met 3D-printers. En hij is wel eens benaderd door... hij heeft ook een motor ontwikkeld die heel erg duurzaam is. En hij is benaderd door General Motors van ja, ik wil jouw product kopen. Maar hij weet, General Motors wil zijn product 20 jaar in de ijskast zetten om eerst hun eigen product uit te melken. En hij is een ondernemer om duurzaamheid te bevorderen. Dus hij zegt, ja, mijn product is gewoon niet te koop. Hij verkoopt het dus niet, hoewel hij er heel veel geld voor kan krijgen. Dus hij staat zo sterk in zijn eigen missie, dat hij zijn bedrijfsbelang, het gaat goed genoeg met zijn bedrijf, maar hij kiest niet voor het grote geld, hij kiest toch voor bij zijn eigen product te blijven en dat op de markt te brengen vanuit een klein bedrijfje. En dat kan zo zijn, hè, dat een initiatiefnemer van lokaal geld voor de keuze stond dat een financiële instantie heel groot zegt van, we willen jullie wel overnemen voor zoveel geld. Ja, hoe sterk ben je dan om te zeggen van, ja, dat doen we niet, want wij zijn daar voor het lokale en dat blijven we. Die gaat voor de menselijke waarde. Ik ga eerst even naar deze mevrouw. Dan ga je voor de menselijke waarde. Maar ik kan wel iets van jezelf vragen. Nee. Ja. Misschien is het aardig als iedereen even zijn naam tevoren zegt. Mijn naam is Jolanda Verburg. Ik heb een vraag voor de heer Wijfels. Als CDA-man. Ik sta niet als zodanig hier hoor. Oké, maar ik weet dat u van de christelijke... De christelijke waarden, ja, dat is natuurlijk. In de Bijbel staat het jubeljaar. Is daar al eens aan gedacht om, ik geloof dat het na het 49ste jaar is, het 50ste jaar, dan worden alle schulden kwijtgescholden. Ik geloof het zelfs. Ik geloof zelfs in het zevende jaar. Elke 7 jaar. Nou, dat is ook wel ook in wetenschappelijke kring in discussie. Het grote maatschappelijke obstakel is dat in heel veel gevallen schulden die er nu zijn, schulden zijn aan pensioenfondsen. Dus het is niet meer zo van de rijken die de eigenaar van de schulden zijn en de armen die dus aan de rijken moeten betalen. Nee, we zijn in veel gevallen zijn we zelf zowel de schuldenaar als de schuldeiser. En dat is een enorme blokkade om deze optie te kunnen volgen. Ik ben eerst even hier, ik kom zo bij u. En alleen Edin. Mijn vraag gaat over de politiek. Want ik hoorde van ze doen er weinig aan, of helemaal niets. En wat zouden ze moeten doen? Wat zouden ze morgen direct op moeten pakken? Dan zowel, je hoort heel veel van... Zowel landelijk, maar je hoort hier ook heel veel lokaal. Van wat zou de rol van bijvoorbeeld provinciale of gemeentelijke overheid moeten zijn? Politiek betreft. Zal ik maar eens... een van de dingen die we, naar mijn idee, ons moeten realiseren in deze tijd, dat is dat de verzorgingsstaat een construct is van de industriële maatschappij dat vooral emancipatoren doelen had. Dat tot doel had om, laten we zeggen, mensen die relatief ongeletterd en onmondig waren, zodanig te ondersteunen dat ze zich zouden kunnen ontwikkelen. Nou, dat project, zie je ook aan de vakbonden, hè, hetzelfde verhaal, is in belangrijke mate voorbij. En we hebben nu te maken met een bevolking die zich, laten we zeggen, bewust is van zijn individualiteit. En dat heeft twee consequenties. Punt 1, die mensen zelf die kunnen veel meer om zichzelf te redden. En punt 2, de mensen willen ook diensten die passen bij hun specifieke situatie. En dat maakt een landelijke overheid in afnemende mate geschikt om dat soort van sociale diensten te verlenen. En dat is de feitelijke achtergrond van de decentralisatie die op dit moment plaatsvindt. De centrale overheid is niet meer in staat om in de specificiteit van wat nodig is en eigenlijk ook niet meer gefinancierd te krijgen, datgene wat in die emancipatiefase normaal was. Dus we zitten ook daar in een overgangssituatie naar DIY, DIT.
En dat zie je dus ook gebeuren. De ZZP'ers onder ons, die maken hun eigen broodfondsen. En dat soort van arrangementen zie je nu ontstaan. Dus mensen, we zijn met z'n allen op weg naar een hele andere wereld. Dat is simpelweg wat aan de orde is. En daarin speelt de centrale overheid een veel minder grote en dominante rol dan in het recente industriële verleden het geval is. Dat is mijn zicht erop. Ja, toch, ik zie wel even iets concreter, de vraag van jou even. Ik zie wel iets wat centrale overheden sowieso zouden moeten doen. Dat is dat maatschappelijk. Eerst zichzelf hier een mening over vormen, zich erin verdiepen en vervolgens zorgen dat je faciliteert dat dit in het maatschappelijk debat komt. En dan liefst ook nog faciliteren en standpunten innemen van ja, die lokale economie moet ook maximaal ruimte krijgen om dat zelf te doen, ook om zelf hun eigen geld te organiseren. Dat zou helemaal mooi zijn. U wilde dat zeggen. Hendrik Fabius, ik wou even aansluiten op de vorige vraag van wat kan de politiek doen. Ik heb een brandende vraag en die is gewoon heel kort gezegd, wat zijn de kaders en criteria wat ze zouden moeten doen? We hebben vandaag gezien, bruto nationaal product, bruto nationaal geluk. Het Centraal Planbureau weet exact wat de criteria zijn, dus de kennis is aanwezig. Jullie hebben voorbeelden genoemd, Heidi, de heer Wijfels op een land. Er zijn allerlei effecten. Bolsa Familia is ook een fantastisch project van de Wereldbank. Allemaal effecten op de lokale economie, op het welzijn van mensen. Mijn brandende vraag is, wat zijn nou die kaders en criteria? Wie kan dat helder maken? Inclusief het belastingstelsel, wat ook nog genoemd werd. Inclusief de waardigheid die genoemd werd, de grondrechten die genoemd zijn. Wie maakt nu die kaders en criteria helder? Dat is mijn brandende vraag. Kijk. Mark Rutte. Dus als ik de vraag zo mag interpreteren, wie doet dat op dit moment? Nou, is het antwoord niemand. Misschien enigszins, als je daar een beetje op let, Paus Franciscus. Maar hij is zoveel ervaring. Ja, hè? Ja, dat is de man die ons voortdurend daarover vertelt. Hè? Dus, die was vandaag, geloof ik, wie vertelde dat? Iemand in debat met senatoren uit de Verenigde Staten die klimaatscepticus zijn. Hè? Dus er komt ook een encycliek aan, heb ik me laten vertellen, waarin het hele ecologische vraagstuk geadresseerd wordt. Maar goed, dus even los daarvan. In de profane politiek, niemand. En dat is een heel pregnante uiting van het feit dat het gros van ons zit in een relatief comfortabele positie, houdt vast aan de belangen zoals die nu zijn, en daardoor schiet ons reflectief vermogen om te veranderen tekort. Want de mensen die daar zitten, die reflecteren wat in ieder geval de meerderheid van ons vindt. Dus op avonden als deze, en ik mag vrij geregeld mijn zegje doen op allerlei plaatsen, zeg ik wel eens, kijk mensen, er is maar één plek waar het begint. En dat is bij onszelf. Hè? Als wij straks naar huis gaan, ik neem aan dat jullie je tanden poetsen net als ik. Hè? Dat doe je meestal voor de spiegel. Daar begint het. Hè? In die spiegel. Daar begint het. Nou, zo is het hoor. En pas als we dat doen, dan gaan onze politieke leiders hè, die volgen. Hè? Ik ga heel gauw weer door, want ik zie dat allerlei mensen, steeds meer mensen willen bijdragen aan de discussie en de klok loopt. U bent? Sjoerd Haan, ja. Ik heb een vraag. Wat ik lastig vind, ik ben het allemaal eens wat er gezegd wordt. Wie zorgt er voor de sociale rechtvaardigheid? Want wat ik snap al die dingen, ik ben ook heel groot voorstander van ondernemerschap en al die dingen. Maar mijn moeder is 92 en die heeft een andere hulp nodig als mijn kleinkind van 2 die geboren is in die nieuwe wereld. En wat ik mis is die sociale rechtvaardigheid en of die overheid nou kleiner is of een beetje kleiner, veel kleiner, als die maar voor een redelijke balans in de sociale rechtvaardigheid blijft zorgen. Ja. En daarvoor mag voor mij wat meer gebeuren. Ja, maar dat is helder. Dat laat ik zeggen, de taak van de overheid is niet weg. Hè? Die zal op een heleboel terreinen minder dominant worden. Maar zoals we het nu aan het inrichten zijn, ben ik wel een voorstander van, wordt de lokale overheid
wordt verantwoordelijk voor de zorg voor de mensen die het echt anders niet kunnen redden. Dat is de logisch. En voorts, het werd al even min of meer aangeroerd hier vanavond, zal naar mijn verwachting het debat over een basisinkomen in de komende periode behoorlijk opladen. Ja, dat gaat echt gebeuren. Dat gaat echt gebeuren. Ik ben nu hier en hier is een dame die wat wil vragen. Ja. Mijn naam is Martine de Graaf en het gaat nu het gesprek heel veel over deze vragen in Nederland, over de geldwerking van Nederland. Hoe zien jullie dat op mondiaal niveau en met name richting armoedeproblematiek? Ja, wat voor mij heel helder is, is dat de armoedeproblematiek juist ook een oorsprong vindt in hoe geld in de wereld geregeld is. Stroh, die ik al noemde, Social Trade Organization, heeft een tijd geleden een boek geschreven dat heet Arm door Geld. Nou, heel veel landen zijn arm door geld. Dat is raar, hè? Maar dat is wat er gebeurt. Als je als overheid schuld hebt en je zit onderaan in die piramide om... je bent een van de laatste die zo'n lening afsluit, ieder van jullie 100 euro, en je bent als een van de overheden die als laatste dat doet, heb je dus het moeilijkst om het terug te betalen. En je moet terugbetalen, want dat is een harde afspraak. Dus wat ga je dan doen? Dan ga je je grond verkopen, bijvoorbeeld. Een van de belangrijkste dingen die je hebt voor je eigen bevolking, ga je verkopen om je leningen te kunnen aflossen en je rente te kunnen betalen. Dus zo worden landen steeds armer door geld. Dus dat is een verklaring van dat het heel erg verweven is met het geldsysteem. En er zijn natuurlijk ook andere aspecten die mee kunnen spelen in armoede. Dus het is niet het enige. Dus ik hoop, en ik heb daar geen visie op, geen strategie hoe je dat bereikt, maar ik hoop hoe groter het bewustzijn groeit in de wereld dat wij nu een geldsysteem hebben dat niet alleen die arme landen niet meer dient, wat al heel lang is, maar ons allemaal niet meer dient. Eigenlijk nog maar een heel klein groepje mensen hebben hier baat bij, tenzij ze zich aan het hart ligt hoe het met anderen gaat en hoe het met de aarde gaat, want ook dan zijn zij ook nog zelfs benadeeld. En hoe groter dat bewustzijn wordt, dat mensen zeggen, ja, wij willen niet meer dit geld, we willen ander geld, dan moet je echt kijken naar een heel eerlijk soort geld dat wereldwijd eerlijk is. En dan kunnen de kansen weer hopelijk voor iedereen gelijk worden. Ja. Hier is een meneer die gaat de laatste vraag stellen, tenminste in het publiek. Misschien dat er na afloop nog wel een voorbeeld is om onze gasten te benaderen met nog veel meer veranderende vragen. Maar u bent? André de Sanders. Ja, eerder werd gezegd, de vraag gesteld, geld als schuld, werkt dat wel? En wat ik vanavond... nog heb ik gezegd. Oké. Okay. En wat ik vanavond een beetje mis is de rol van rente. Want zoals ik het begrijp is, op schuld gebaseerd rentedragend geldsysteem brengt een bepaalde dynamiek. Namelijk vergroting van het verschil tussen rijk en arm. Het stimuleert korte termijn denken. En het breekt de natuurlijke saamhorigheid tussen mensen af. Hè. Dat is een beetje een vervormde quote van Bernard Littier. Wat als je het omdraait en zegt van geld is niet meer rentedragend, maar zoals Silvio Gesell zegt, maak geld met demurrage. Krijg je dan ook niet die omkering dat dan geld gaat werken en mensen gelijke kansen geeft en dat of op een natuurlijke manier de duurzaamheid stimuleert en dat de saamhorigheid tussen mensen weer herstelt? Demurrage is minder waard worden? Ja. Wie zal het doen? Pittige vraag ter afsluiting. Nou, ik kan er wel iets over zeggen. Overigens, zowel Heidi als ik hebben wel degelijk genoemd dat juist die rentefactor eigenlijk dwingt tot economische groei en alle effecten die daar verder uit voortvloeien. Dus het is niet dat we dat niet geadresseerd hebben. Maar het punt wat u aan de orde stelt is eigenlijk een ander. Zou het niet effectiever zijn als je zou afschrijven op geld? Dus negatieve rente. Daar zitten we overigens heel dichtbij. Hè? Dus de rente bij de Europese Centrale Bank is al een paar keer licht negatief geweest. Ik geloof dat je op het ogenblik staat op 0,05%. Hè? Dus vrijwel niks. Maar er zijn inderdaad, er is ook een Amerikaanse publicist die daar heel veel over geschreven heeft. En die zegt, kijk, als je afschrijft op geld,
dan is dat eigenlijk een premie op investeren in productieve maatschappelijke activiteit. Want als je daarin investeert, ja, dan heb je het niet ergens op een bank staan enzovoorts, en dan kun je er niet op afschrijven. Maar dan dwing je, als het, of geef je een incentive om te investeren in productieve activiteit. En daar zit wat in. Ik zie dat overigens ook nog niet zo makkelijk gebeuren, want hier staan weer onze bestaande belangen in de vorm van pensioenfondsen in de weg, vrees ik. Hè? Want al onze pensioenfondsen in, zeg maar, aandelen, dat lijkt me ook wat lastig. Dus nou ja, daar zit je dus met allerlei evenwichten. Overigens, diezelfde publicist waar ik naar verwijs, die heeft ook een hele interessante redenering over het basisinkomen. Die zegt, kijk, wij verdelen nu wat wij met z'n allen produceren naar rato van wie de eigendom heeft over de productiemiddelen. Zo zit onze economische orde in elkaar. Maar als je nou de vraag stelt, hoe zijn we tot deze capaciteit gekomen om welvaart te produceren? Ja, dat zijn absoluut niet degenen geweest die de eigendomstitels van die productiemiddelen hebben. Dat is eigenlijk de gezamenlijke prestatie van de mensheid. En hij baseert daar de opvatting op. Dan zou je dus eigenlijk ook op zijn minst een basisdeel van wat we met z'n allen produceren, gewoon, dat is ook nog een antwoord op uw vraag, evenredig moeten verdelen over de wereldbevolking. Gaat heel ver, hè? Dat zijn lange visies. Maar in ieder geval, hij is daar heel sterk in. En die combineert die twee dingen. En ik zeg nou niet, hè, dat moeten we morgen doen. Maar het zijn wel zaken waar we in deze tijd over moeten willen nadenken. Dat is toch ook een circulatiegeld? We hebben nog één programma-onderdeel. En ik moet helaas zeggen dat dit is een schoolgebouw. En dat kan niet tot 12 uur open blijven. Dus ons is toch verzocht om bij tijds te vertrekken. Ik wil in ieder geval een hartelijk applaus voor.